Goedemorgen. Voor mij is het morgen in elk geval. Welkom bij deze volgende Short Burns, waarin we gaan werken aan een killer core workout. Dus volle bak burn in je core. Wat is mijn core? Dit tussengedeelte, dus de buikspieren allemaal, rugspieren, zij, alles wat deze core in balans houdt. Dus let's go. Zorg dat je of een mat hebt, of een kleed, of de grond, of een handdoek of iets zachts in elk geval, zodat je lekker kan werken. Geef jezelf een aantal schouderrollen naar achter. In de ochtend voel ik bij mij altijd meer kraken dan aan het eind en naar voren. We gaan weer naar achter, doe je vingertoppen op je schouders, breng die ellebogen bij elkaar en maak een brede schouderrol, zo breed als je kan. En naar voren. Alright, squeeze op die schouders naar die oren. Adem uit en laat maar vallen. Nog één keer. Squeeze op. Adem uit en laat maar vallen. Alright, gaan we naar de voorkant van je mat, wat je ook gebruikt. En beginnen we even met 3 keer de zonnegloed om dat lichaam goed los te maken en dit goed te activeren. Dus adem in, arm omhoog. Adem uit, laat ze langzaam naar beneden vallen. Adem in, kom overeind, handen op je knieën en een mooie rechte rug. Laat je vallen, handen in de grond, stap naar achter voor een hoge plank. Adem in. Adem uit, knieën naar de grond. Laat jezelf laag zakken op je borst, benen plat. Adem in, lift die chest. En adem uit, kom terug van die knieën naar achter. Tenen op in een downward facing dog. Goed bezig. Stap of spring of loop met kleine stapjes naar voren. Gaan we nog een keer. Adem in. Adem uit. Adem in, lift op, recht terug. Adem uit, handen in de mat. Adem in. Stap naar achter. Adem uit in een hoge plank. Adem in. Laat jezelf naar beneden zakken. Of eerst op je tenen of direct naar beneden. Platte voeten. Adem uit, adem in. Lift je borst in die cobra. Adem uit naar achter of via de knieën of direct omhoog naar de downward facing dog. Loop met kleine stapjes naar voren. En we doen het nog 1 keertje in je eigen tempo wat voor jou werkt. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem in en uit. Adem in en uit in het downward facing dog. Blijf hier even staan. Duw die vingers, die handen in de mat en loop even achter met je enkels. Beweeg ze even zo vrij als jij wil om een eventuele stretch of spierpijn uit die benen te halen. Duw die vingers goed in de mat. Zet je voeten stil en bewegen naar een hoge plank. En terug naar downward facing dog. Een hoge plank. En downward facing dog. Een hoge plank. En downward facing dog. Blijf hier even staan voor 5 ademhalingen. Dus 5 keer diep in, diep uit. Probeer echt die zitpotjes omhoog te bewegen. Duw die billen, duw die heupen naar de grond. Beweeg dat gewicht mooi naar achter. Strek die armen uit. En blijf diep in en uitademen. Dit kan echt een zware zijn, helaas. Maar als je hem niet vaak hebt gedaan, dus no worries als hij nu al zwaar is. Hou hem vol voor 4.
3, 2, kom even met die knieën en in een child's pose naar achter. Alright, lieve mensen, we gaan echt beginnen. Daar gaan we. We gaan terug naar die hoge plank. Dat betekent handen echt onder die schouders. Tenen uitgestrekt naar achter. Span die buikspieren aan. Hebben we al vaak benoemd, maar buikspieren aanspannen is dus echt die navel intrekken, die buikspieren hard maken. Als je hem soms even kwijt bent, misschien helpt het even om te hoesten. Dus een klein kuchje. En dan zet je hem strak. Probeer maar even. En dan voel je meteen hem aanspannen. Wat nu de kunst is, is om die aanspanning zo te houden. En dan te blijven ademen en hem aan te spannen tijdens je workout. Alright, een hoge plank. Waar we mee beginnen, een rechterbeen. Ga naar je zijknie. Naar je middenknie. Naar je linkerknie. Zij. Midden, links, let's go. Midden, links. Meteen een training voor die armen, voor die benen. Want daar willen we natuurlijk ook even voor gaan. We doen alles in één, gefocust op die core. Blijf jezelf wegduwen van de grond. Krijg je op een gegeven moment last van je polsen, kan het ook op je vuisten. Maar duw jezelf actief weg en zoek die hoeken op met je knie. Voor 5, 4, 3, 2, 1. Zet neer. Ga naar je linkerbeen. Dus linkerknie naar buiten. Binnen. En andere been. Buiten. Binnen. Schuin. Buiten. Binnen. Schuin. Zorg dat je billen niet te veel omhoog gaan. Haal mooi één rechte lijn. Activeer die buikspieren. Blijf ademen. Blijf bewust bezig. Jullie zijn fantastisch. Hou hem vol voor 5, 4, 3, 2, 1. Kom even zitten en draai die polsen. Lekker bezig. In plaats van een hoge plank gaan we naar een lage plank. Dus elleboog onder die schouders. Handen kunnen of uitgespreid of je kan ze in elkaar verwikkelen. Been naar achter. Span die buikspieren aan. En wat we gaan doen is met die knieën alleen maar zijwaarts. Dus zij naar rechts, dan ga links. Naar die ellebogen. De kunst hierbij is om goed te blijven ademen. En om het niet te verleidelijk die billen omhoog te gaan duwen. Hou die billen dus laag. Hou mooi in een rechte plank. Als je denkt, ik moet even kijken in de spiegel, in een raam, whatever. Even checken bij iemand anders in de ruimte of ik even recht sta. Doe dat. Anders voel het bij jezelf. Je voelt vanzelf als je lager zit dat je core meer geactiveerd wordt. Iets hoger voel je meer ontspanning in je buikspieren. Iets lager automatisch geactiveerd. Hou hem vol jongens, hou hem vol. Let's go. Voor 8, 7, 6, 5. Blijf jezelf actief wegduwen van de grond. 3, 2, 1, knieën even neer in een child's pose naar achter. Lekker bezig, kom op je rug liggen. Ik hou ervan om al die spiergroepen af te werken, dus we beginnen met de onderste buikspieren. Duw je onderrug goed in de grond. De onderrug en je navel constant in de grond. Je kiest ervoor om de handen naast je te leggen of onder je billen. Benen zijn aan elkaar vastgeplakt. We gaan langzaam omhoog en langzaam naar beneden. Hou constant die focus op dat je onderrug ook echt in de grond duwt. Dat het niet zomaar gezwengeld is, maar dat je echt je onderbuikspieren hun best doen om die benen weer omhoog te laten bewegen. Handen kunnen naast je, kunnen ook onder je billen, als je snel last krijgt van die holle rug. En dat een beetje eraan gaat sjorren. Blijf ademen. En hou die focus op de spieren die je aan het bewegen bent. Dus die onderste twee buikspieren. Soms kan het lastige
aanvoelen voor je buik. Of voel je een beetje kramp in je onderbuik soms als vrouw. Als je dat hebt, eet het liever iets anders. Doe dat. Het geeft best wel veel spanning op die onderste buikspieren. Dus soms als dat gepaard gaat met krampen, is dat niet zo chill. Helemaal begrijpelijk. Voor 8. Ik merk zelf dat mijn handen onder mijn billen doen. Dat ik een beetje, dat ik het minder voel. Of dat ik me er een beetje makkelijker vanaf ga brengen. Dus uit zelfbescherming doe ik mijn handen ernaast. Omdat ik dan echt voel als mijn onderrug van de mat af is. En dan voel ik wanneer ik niet volledig gefocust ben in de workout. Voor 8, 7, 6, 5, voor 4, 3, 2. We gaan er een combinatie van maken. Wat we gaan doen, we gaan naar beneden. We trekken die knieën in. En omhoog een klein hupsje. Naar beneden. Trek die knieën in. The wave noem ik hem ook wel. Of noem iemand anders het en heb ik hem zo onthouden. Dat kan. Ook heel goed. Naar beneden. Trek hem in. En hupsje omhoog. Hierbij belangrijk dat je hem langzaam doet. Dat je blijft ademen. Dat je blijft focussen op wat je aan het doen bent. Want deze wordt pittig. Of het is al pittig, helemaal lekker bezig. Deze wordt extra pittig. Dus blijf ademen, blijf hem rustig uitvoeren. Laat je niet verleiden door maar te gaan hopsen omhoog. Hou die focus bij jezelf. Let's go. Je kan het. In 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan alleen maar omhoog. Hupsje, omhoog. En laat je dus niet verleiden om te zwengelen met alles wat je hebt. Alleen die onderste buikspieren activeer je wanneer je omhoog gaat. Omhoog. Omhoog. Mijn mat maakt dat een beetje scheef geluid als ik dat doe. Excuseer als die van jou het ook doet. Het ligt niet alleen aan jou. Kijk of je benen mooi gestrekt kan houden. Blijf ademen. De hupsen hoeven niet groot. Doe ze efficiënt. Begin klein, voel wat je aan het doen bent. En als je denkt, ja, ik heb hem, dit is wat ik aan het trainen ben, kan je hem altijd meer uitbreiden. Blijf ademen. Hou vol. Voor 8, 7, 6 en 5. Voor 4, voor 3, voor 2, voor 1. Lekker bezig. Alright. We gaan naar de zijkant. Je elleboog onder je schouder, platte hand, duw jezelf actief weg van de mat. Je kan ervoor kiezen om het onderste been te buigen. Zorg dan wel dat die knieën boven elkaar staan als je omhoog gaat. Je kan er ook voor kiezen om beide benen omhoog te bewegen. Alright, kies je eerste uitgangspunt. Je kan altijd nog wisselen, zelfs tegelijkertijd. En bewegen we onze heupen omhoog. Als je knieën houdt, zorg voor mooie hoeken en strek die arm uit. Omhoog. We willen namelijk die rug goed activeren en die buik. Dus je core is activated. Hè? En dan gaan we nu echt voor die side flanken, hoe je die ook noemt, aan de slag. Dus of je kiest het onderste been of bovenste en je houdt hem vast. Hou hem gewoon even stil. En deze is al pittig genoeg. Een oor is dichtgeflapt. Heb je dat soms op één oor helemaal dicht zit? Nee. Deze hou je helemaal vast. En ga maar zweten, ga maar trillen, laat het maar pijn doen. Adem er doorheen. Hou hem vol voor 8, 7, 6, voor 5, 4, 3, 2 kleine dipjes omhoog. Dipjes omhoog, dus of met beide benen of het onderste been gebogen. Als je nog een extra level wil, bovenste been omhoog. Voor die dipjes. Die vind ik killing, ben ik geen held in. Dus kies wat jij wil. En kleine dipjes omhoog. Hou hem vol, hou hem vol. Blijf die arm mooi uitstrekken bij die buikspieren. Aanspannen. Blijf die heup omhoog duwen. Zak niet in. Met die elleboog duw jezelf weg. Hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. Lekker bezig jongens. Voor 5. Voor 4. 3. 2, 1. Lekker bezig. Kom rustig
Naar beneden gaan we naar de andere kant. Je mag hem dus ook voelen in je arm, in je schouder. Helemaal prima. Elleboog onder je schouder. Kies of je onderste been gebogen wil hebben of niet. En lift op. Even kijken. Als je die onderste been gebogen hebt, knieën echt boven elkaar. Strek je arm uit. Adem in. Adem uit. Wanneer je merkt, oh, de spieren doen pijn. Het begint te trillen. Ik vind het niet leuk meer. Even Robin. Adem. Adem in. Adem uit. Laat over je heen komen. Betekent namelijk niet meteen dat je hoeft te stoppen. Betekent gewoon dat je even moet focussen op iets anders. Dat je super goed aan het werk bent. Dus hou hem vol voor 8. 7. 6. 5. Voor 4. 3. 2. Dipjes omhoog. Dipjes naar het plafond. Op de manier hoe jij hem wil. Hoe jij hem het beste voelt. Yes. Hou hem vol. Freaking goed bezig. Hou hem vol. Dip jezelf omhoog. Geef niet op. Denk aan iets anders. Adem in, adem uit. Duw jezelf actief weg van die mat. Hou vol voor 8. 7. Voor 6. Blijf pushen omhoog. Je kan het. Voor 4. Voor 3. Voor 2. En kom even neer. Zit even. Lig even hoe jij fijn vindt. Pak even kort een slokje water. Een kopje thee. In mijn geval. Alright. Ik moest even spieken. Hoe lang ik al bezig ben. Alright. Sides gedaan. Onderste buikspieren gedaan. Kom maar. Op je rug. Je voeten willen we tegen elkaar aan hebben. En die knieën vallen naar buiten. Je handen maken een soort, ja, twee. Sommigen noemen het pistool. Ik denk een soort van, yo, maar dan tegen elkaar aan. Kom overeind. Schouderbladen van de grond. En we gaan schuin omhoog werken. Dus kijk schuin omhoog. En tip omhoog. Juist. En je houdt die schouderbladen mooi van de grond. Je merkt het al, die buikspieren worden automatisch geactiveerd. Dus je kan niet meer zo natuurlijk kletsen, wat helemaal goed is. Je komt dus niet helemaal terug. Je houdt ze omhoog. Hop. Hop. Yes. En als het goed is, voel je ergens in dat middenrif die buikspieren crunchen. Hou hem vol. Blijf rustig ademen. Het kan zijn dat je een beetje tension gaat voelen in je nek. Maar dat is oké. Blijf ademen, blijf er doorheen ademen, blijf naar die buikspieren ademen. Straks geef je je nek even rust. Dus als het uit te houden is, als het te doen is, hou hem even vol. Juist. Hou hem vol, voel die burn. Maak hem zelf zo pittig als jij wil. Let's go. Voor 8, hou hem vol. Voor 7 kan je ietsje hoger. Voor 6, kom op. En 5. Ha, ha. Voor 4, juist. Voor 3. Voor 2. Hou die voeten hier, maar leg dat lichaam even neer. Als ik soms ergens hoor daarheen gooi, excuus. Wat we gaan doen. We komen omhoog, strekken uit naar de zijkant. En weer terug en laag. Omhoog, andere kant. En laag. Omhoog, zijkant. En laag. Juist. Lekker bezig. Hou die voeten bij elkaar. Blijf in- en uitademen. Doe deze met balans. Met controle. Alleen dat bovenlichaam beweegt. Dat onderlichaam hou je net en stil. Hop. En terug. Dit is optie 1. Optie 2 is dat je niet naar beneden gaat. Maar dat je gewoon vanuit hier omhoog gaat. En de zijkant. Omhoog gaat. En de zijkant. Dit betekent dat je constant die spanning hebt op die buikspieren. Als je naar beneden gaat, ontspan je tussendoor een klein beetje. Dus kies voor jezelf wat voor jou prettig werkt. Het ene is niet beter dan het ander. Wat goed is, is als je nu de oefening uitvoert, rustig blijft ademen, voelt wat je aan het trainen bent, voelt dat het zwaar is en dat je gewoon nog even doorgaat. In je eigen tempo, in je eigen uitdaging, je eigen training. Hou vol, alright?
Jullie zijn er bijna voor 8, 7, 6, 5, voor 4, 3, 2, 1 en even rust. Trek die benen uit. Handen achter je hoofd. We laten dat hele lichaam liggen en hangen. En wat we gaan doen, schouderbladen van de grond. En we bewegen onszelf omhoog. Het kan dus met je handen achter je. Als je merkt dat het verraderlijk is om aan je nek te gaan trekken, armen omhoog. En dan die hele schouderblad mee omhoog nemen. Je kan ook een hand tussen je schouderbladen leggen, dat je hoofd een beetje balanceert op je arm. Omhoog. Omhoog. Juist, voel echt die twee bovenste buikspieren. Op welke manier je ook doet. De beweging is echt omhoog naar het plafond toe. Dus hou die vol. Hou deze beweging vol. You got this. De bovenste twee buikspieren. Voor 8. 7. Voor 6. Voor 5. Voor 4. Voor 3. Hou hem vol. Voor 2. Lekker bezig. Benen omhoog. Schouderbladen van de grond. En de schikken tikken. Schuin onze enkels aan. Je knieën aan. Je voeten aan waar jij bij kan. Schuin omhoog. Kijk of je die schouderbladen niet kan laten zakken. Constant hou je die van de grond af. Dit geeft spanning in je nek misschien. Blijf rustig ademen. We shaken hem straks eruit. Dus hou hem vol voor 8. 7. Voor 6. Voor 5. Lekker bezig. 4. Voor 3. Voor 2. Alright. Zet die voeten even neer. We draaien om naar de laatste plank challenge. Als we zeggen killer core, dan is het ook killer core. En dan gaan we naar je plank. Een lage plank op die onderarmen. Strek je lichaam uit. Optie 1 is dat je hem hier houdt. Optie 2, als je nog even hem extra wil laten branden, tik die voeten naar de zijkant. Optie 3, als je die armen nog even extra wil trainen, hand omhoog, hand naar beneden. Omhoog en hoge plank, naar beneden. Als je nog extra die zijbuikspieren wil trainen, tik die ellebogen aan. Kies voor jezelf, zet hem vast en let's go. Als je al bezig bent, fantastisch bezig. We doen dit voor een halve minuut en daarna zijn we klaar. Daarna ben je helemaal klaar. Dus een halve minuut houden we dit vol. Als je hem in een lage plank houdt, fantastisch. Als je even tussendoor rust hebt, dan ga je weer door. Helemaal goed, maar daag jezelf uit, want hierna ben je klaar. Dus spaar geen actie op voor later. Spaar geen energie voor later. Denk niet, ik bewaar nog een beetje voor strakjes, want we zijn zo klaar. Dus hou hem vol. Hou vol wat je aan het doen bent. Geef niet op. Blijf ademen. Hou hem vol, hou hem vol. Jullie zijn er bijna voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En let go. Kom maar liggen op je rug. Maak jezelf even helemaal lang. Adem diep in. En diep uit. Adem in. En uit. Trek je knieën naar je borst toe. Draai kleine rondjes op je onderrug. Arm verspreid, laat je knieën naar links vallen. Kijk zelf naar rechts. Top voor de ochtend, middag of avond. Knieën naar het midden en naar de andere kant. Kijk zelf naar de andere kant. Knieën naar het midden en wieg rustig over je ruggengraat heen. Maak hem groter en kom wel recht overeind zitten. Adem diep in omhoog. Handen bij elkaar, adem uit. Geef jezelf een applaus voor jezelf. Dankjewel weer voor deze killer workout.
Doe er meer op mijn kanaal. Laat me weten als je bepaalde workouts nodig hebt of behoefte aan hebt. En anders zie ik je weer bij de live workouts op dinsdag of op zaterdag.